Goedenavond allemaal. Welkom bij het webinar Keuzes rond het levenseinde. Het webinar het wordt georganiseerd door de Nierpatiëntenvereniging Nederland in samenwerking met Brabantse regionale verenigingen NEFON, Nierpatiëntenvereniging Tilburg, Digna en Maxima in Veldhoven. De reden van dit webinar, het levenseinde, is een onderwerp dat meer aandacht zou mogen krijgen. Zeker het bespreekbaar maken met naasten en zorgverleners is zeer belangrijk bij het hebben van de nierziekte. Er kan een punt komen waarop de behandeling niet meer mogelijk is, of dat u zelf op een punt staat, dat het allemaal te veel is. Wat wil je dan? Wat is er mogelijk? Hoe hou je daar zelf regie over? Met dit webinar willen we graag meer uitleg geven over dit onderwerp. En we hopen ook wat informatie mee te geven, waardoor je zelf met je naasten en zorgverleners in gesprek kunt gaan. De sprekers van vanavond zijn Nathalie Katz. Zij is medisch-maatschappelijk werker van het Amphia Ziekenhuis in Breda. En Ingrid Vroon, zij is voorlichter bij de presentatiedienst van de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. De vragen die u vooraf hebt ingestuurd, die worden zoveel mogelijk in de presentaties beantwoord. Mocht u zelf tijdens het webinar vragen hebben, dan kunt u die kwijt onderin het scherm, het knopje Q&A, ofwel vraag en antwoord. Als u daarop klikt, komt er een venster waar u nu uw vragen kunt opschrijven of intypen. De rest van de sprekers zien die vragen niet, of de sprekers zien de vragen wel, de medeluisteraars niet. Na afloop van de presentaties, dan zullen wij aandacht besteden aan een aantal van die vragen. Zullen zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Vragen die we niet meer kunnen beantwoorden, die zullen later nog in de goodiebag beantwoord worden. Dan wilde ik nu graag het woord geven aan Nathalie Katz. Goedenavond allemaal. Mijn presentatie heb ik de naam gegeven De dood niet gewoon bespreekbaar. Wat ik met jullie vandaag wil bespreken is een beetje wie ik ben. Ik ga het over palliatieve zorg hebben, advanced care planning, proactieve zorgplanning, het nierfalentraject, conservatieve behandeling, de dialysebehandeling, stoppen met dialyseren, de dood gewoon bespreekbaar. Hoe in gesprek te gaan met je naaste over het levenseinde en hoe in gesprek te gaan met je zorgverlener over het levenseinde. Mijn naam is Nathalie Katz, 52 jaar. Ik ben dochter, partner en moeder van twee kinderen van 22 en 18 jaar. Daarnaast ben ik werkzaam als maatschappelijk werker in het Amphia Ziekenhuis op de afdeling nefrologie. Vanuit de Digna Patiëntenvereniging werd aan mij de vraag gesteld of ik iets wilde vertellen over Advanced Care Planning, ACP, ofwel proactieve zorgplanning. Ik merkte dat in deze voorbereiding het een proces was om dit onderwerp, wat voor mij de dagelijkse praktijk is van mijn werk, in een PowerPoint-presentatie te moeten weergeven. Het is uiteindelijk gelukt. Ik ga het niet hebben over alleen ACP. Maar ik zal jullie ook wat praktijkvoorbeelden geven en wat tips of informatie over hoe je in gesprek kan gaan met je naaste en je zorgverlener. Misschien wordt hiermee het onderwerp de dood voor u wel gewoon bespreekbaar. Als je vragen hebt, graag via de chatfunctie doorgeven. Aan het einde van onze beide presentaties gaan we kijken of we ze kunnen beantwoorden. Palliatieve zorg. Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van patiënten en hun naasten, die te maken hebben met een ernstige ziekte, zoals bijvoorbeeld een nierziekte. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, door bijvoorbeeld het samen te beslissen met elkaar welke nierfunctievervangende behandeling bij u past. Er sterven jaarlijks vele mensen. Zo'n 70% van die overlijdens komt voor de arts niet onverwachts. Het is dan ook te voorspellen dat in de laatste levensfase enige vorm van palliatieve zorg nodig is. Het moment dat uw nieren dusdanig gaan falen dat u moet gaan starten met de voorbereidingen voor een nierfunctievervangende behandeling, is eigenlijk ook het moment dat proactieve zorgplanning, advanced care planning, van start zou kunnen gaan.
Dit hangt af van uw behandelmogelijkheden en/of beperkingen en uw eigen wensen. Het volgende filmpje vertelt over hoe dit traject nu in zijn werking gaat. Iedere patiënt is anders. En zo heeft ook iedere patiënt ideeën over de zorg die het beste past bij de laatste levensfase. Hoe kom je er als zorgverlener achter welke waarden, wensen en behoeften voor een specifieke patiënt belangrijk zijn? Ga met de patiënt die kwetsbaar is door ziekte, beperkingen of leeftijd, bij voorkeur op rustige momenten in gesprek. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om samen helder te krijgen wat voor hem of haar belangrijk is. Wacht niet tot er een acute situatie ontstaat en er geen tijd meer is voor deze gesprekken. Je kunt het gesprek openen door te vragen hoe het met de patiënt gaat. Wat is nu belangrijk voor u in uw leven en later? Denkt u wel eens na over uw behandeling? Welke zorg past daarbij? Wat zou u nog willen en wat niet meer? Vraag aan de patiënt of zijn naasten de wensen kennen. Nodig ze eventueel uit bij een volgend gesprek. Zijn er afspraken gemaakt? Dan leg je deze bij voorkeur elektronisch vast in een behandelwensenformulier. Deel deze met betrokken zorgverleners. Indien nodig worden de afspraken bijgesteld. Doordat de wensen en behoeften van de patiënt duidelijk zijn bij zijn of haar zorgverleners, wordt het makkelijker om passende zorg te bieden. Zo voorkom je niet passende zorg in de laatste levensfase. Om zowel patiënten als zorgverleners te helpen met het voeren van deze gesprekken, zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Denk hierbij aan folders, keuze- en gesprekshulpen of filmpjes. Wil je meer weten over proactieve zorgplanning, het digitaal invulbaar behandelwensenformulier en andere hulpmiddelen? Kijk dan op www.palliaweb.nl. Oftewel, ACP, Advanced Care Planning, staat voor vroegtijdige proactieve zorgplanning. Dit is een proces waarbij je met je behandelend arts je wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt. Het nierfalen traject. Wanneer u te horen krijgt dat u voorbereid moet gaan worden voor een nierfunctievervangende behandeling, start het nierfalen traject. De nefroloog legt uit waarom u voorbereid moet gaan worden voor een behandeling, bekijkt samen met u de medische voorgeschiedenis en bespreekt de mogelijkheden en wensen rondom een behandeling. Waarna zij u doorverwijst naar de andere professionals van het nierfalenteam. Een verpleegkundig specialist, een diëtist, nierfalenverpleegkundige en de maatschappelijk werker. Het nierfalenteam geeft u verdere voorlichting en voorbereiding voor de toekomstige nierbehandeling. Conservatieve behandeling. De nefroloog bespreekt met u de achteruitgang van uw nierfunctie en de behandelmogelijkheden. Hierbij wordt er gekeken naar onder andere bijvoorbeeld uw leeftijd of bijvoorbeeld naar de medische voorgeschiedenis of de hoeveelheid ziekenhuisopnames van de afgelopen 6 maanden en hoe u hiervan bent kunnen herstellen of nog kan herstellen. De kwaliteit van leven die u nog ervaart. De nefroloog zal met u de consultkaart doornemen en bespreken welke mogelijkheden zij passend vindt bij uw huidige medische situatie. Zinloos behandelen en zinloos lijden zijn afwegingen die in dit gesprek dan ook ter sprake kunnen komen. Dit is echter soms niet zo eenvoudig als het lijkt. U kan nog niet toe zijn aan dit gesprek of heeft nog vragen of wensen die u verder nog wil onderzoeken. De nefroloog zal in dit gesprek hiernaar vragen. Ook kan het zijn dat de nefroloog nog twijfels heeft en u verder wil laten onderzoeken. Daarnaast kan er sprake zijn van ethische dilemma's of een culturele achtergrond die de keuzes hierin kunnen beïnvloeden. Wanneer er samen gekozen wordt voor de conservatieve behandeling, maakt de nefroloog ACP bespreekbaar. Zo kijkt zij onder andere of u alle informatie en uitleg goed begrepen heeft. Bespreekt zij het reanimatiebeleid en kan zij met u in gesprek gaan over de wilsbeschikking. Tevens zal zij met u samen kijken naar wie u graag wilt betrekken in dit proces en spreekt zij af dat zij de huisarts zal informeren. In de meeste gevallen wordt een beslissing voor de conservatieve behandeling niet gelijk genomen. Hiervoor wordt dan ook het nierfalentraject opgestart, zodat u en uw naaste met de begeleiding van de andere professionals van het nierfalenteam uiteindelijk een weloverwogen keuze kan maken.
In deze gesprekken zal ruimte gegeven worden aan verdere uitleg en informatie, uw wensen en de kwaliteit van leven die u op dat moment nog ervaart. Bij deze gesprekken zullen wij u naast betrekken. Tevens zal er gekeken worden naar uw psychosociale omstandigheden, dingen waar u zich zorgen over kunt maken, zoals een familieruzie, achterlaten van je partner, financiële zorgen, of die het maken van een goede keuze in de weg zouden kunnen staan, de cognities, een verstandelijke beperking, psychiatrie of psychische problemen. Omdat een keuze voor conservatief niet betekent dat u gelijk komt te overlijden, zal u vaak nog een tijd lang gevolgd worden door uw nefroloog en het nierfalenteam, tot het moment dat u niet meer naar het ziekenhuis wil of kan komen. Vaak is dat het moment dat u doorverwezen zal worden naar uw eigen huisarts en kan er met u gekeken worden naar de wensen rondom de stervensfase. Praat erover. Naast het nierfalenteam kunt u er ook voor kiezen om met anderen te praten over uw levenseinde. U kunt het doen met bijvoorbeeld uw naaste of iemand van uw eigen kerkgemeenschap of moskee, of met een geestelijk verzorger van het ziekenhuis wanneer u opgenomen bent of een dialysebehandeling ondergaat. Ook kunt u vragen om een doorverwijzing naar een palliatieve polykliniek of een conservatieve polykliniek. Casus conservatieve behandeling. Mevrouw, 75 jaar, heeft begrepen van haar nefroloog dat haar nieren achteruit zijn gegaan. Het nierfalen traject wordt opgestart en als eerste komt de maatschappelijk werker op huisbezoek. De nefroloog heeft met mevrouw al naar de consultkaart gekeken en aangegeven dat gezien de cardiale problemen de voorkeur van de arts uit zou gaan naar een dialysebehandeling via de buikspoeling of de conservatieve behandeling. Mevrouw is weduwe en haar man is in 2016 overleden. Zij heeft twee zonen. Eén zoon woont in de buurt en een andere zoon woont in Berlijn. De zoon die in de buurt woont is aanwezig bij het huisbezoek. Mevrouw en haar zoon geven beide aan toen vader 6 jaar geleden is overleden en veel is veranderd voor mevrouw. Kleinzoon kwam toen hij op de basisschool zat altijd tussen de middag bij haar eten, maar zit nu op het voortgezet onderwijs en komt minder langs. Haar beste vriendin, waar zij veel mee optrok, is overleden. Daarnaast ging mevrouw lichamelijk ineens snel achteruit en kreeg zij ernstige hartproblemen die maken dat zij altijd vermoeid is. Hierdoor geeft mevrouw aan dat er momenten zijn dat het leven voor haar niet meer zo hoeft. Met name het inleveren van haar rijbewijs had veel impact op mevrouw haar vrijheid. Tijdens het huiszoek vallen er woorden over en weer tussen moeder en zoon. Zoon wil meer zorg, maar moeder zou dit niet willen. Ze wil niet afhankelijk zijn. Het genieten van het leven van mevrouw zit vooral in het makkelijke eten wat zij doet en het thuis in haar eigen huis zijn. Het leuke contact wat zij heeft met haar huishoudelijke hulp en met haar kinderen en kleinzoon. Zij geeft aan geen wensen meer te hebben. Ze is tevreden met wat zij zo heeft en wat zij heeft gehad. Mevrouw laat blijken in het gesprek dat haar voorkeur uitgaat naar een conservatieve behandeling. Echte mevrouw vindt het fijn om met haar zoon, die aangeeft dat hij nog wil denken in mogelijkheden, de keuze hiervoor pas te willen maken na de voorlichting van de nierfalenverpleegkundige. In het voorlichtingsgesprek met de nierfalenverpleegkundige geeft mevrouw aan dat het leven een keer eindig is. Ze hoopt dat ze met de conservatieve behandeling nog een half jaar tot jaar of jaren door kan gaan. Begrijpt goed waar ze voor kiest. Zonen geven aan dat zij de keuze van hun moeder respecteren. Een paar maanden later spreek ik mevrouw op de nierfalenpoli, waarin ik haar bevraag over hoe het gaat met haar en haar kinderen. Mevrouw geeft aan dat ze goede gesprekken met haar zonen heeft gehad en dat alles gelukkig uitgepraat is. De ene zoon, die wat meer moeite ermee had dan de andere, begrijpt nu beter haar standpunt en kan zich hierdoor neerleggen bij de keuzes die zijn moeder maakt. Mevrouw vertelt dat het contact met haar zoon en kleinzoon wat intensiever is geworden. Zij ziet hen nu 2 keer per week. Mevrouw is hier blij en dankbaar voor. 8 maanden later. Mevrouw vertelt dat ondanks de lage nierfunctie zij nog geniet van het leven, eigenlijk meer dan in het traject wat zij zat voordat zij tot de keuze tot conservatief is gekomen. Het heeft meer rust gegeven. Het doet haar ook goed dat haar kinderen achter haar keuze staan. Ook heeft zij haar huisarts op de hoogte gesteld waar zij een prettig contact mee heeft. Samen met haar nog eens gesproken over in hoeverre zij al bezig is met voorbereidingen zoals regelzaken, laatste wensen en dergelijke. Mevrouw vertelt dat zij hier langzaamaan al wel mee is begonnen, door wat op te gaan ruimen, spullen die van waarde zijn aan haar kinderen en kleinkinderen te geven.
De dialysebehandeling. Wanneer er gestart wordt met de dialysebehandeling, worden de contacten met het dialyse-team, bestaande uit een nefroloog, dialyseverpleegkundige, maatschappelijk werker en een diëtist, intenser. Je bouwt in de loop der jaren een band met ze op. In deze contacten wordt er geregeld met u gesproken over de kwaliteit van leven en ook over hoe u aankijkt tegen uw behandeling. Daarnaast zal met uw toestemming en met regelmaat uw familie of andere naasten betrokken worden bij de gesprekken hierover. Niet iedereen heeft die behoefte om hierover in gesprek te gaan. Dat respecteren wij. Echter, met regelmaat zullen wij u bevragen of u hier wel al die behoefte aan is. Wanneer het lichaam steeds verder achteruit gaat en u steeds meer op gaat zien tegen een dialysebehandeling en er geen kwaliteit van leven meer wordt ervaren, kan het zijn dat u zelf in gesprek wilt gaan met uw nefroloog of dat het dialyse-team met u in gesprek gaat. In deze gesprekken kan besloten worden wanneer u kiest om te stoppen met dialyseren, het ACP-traject in werking te zetten. De nefroloog doorloopt dan met u dezelfde stappen als al eerder omschreven. De meeste ziekenhuizen hadden ook voor ACP al een richtlijn ontwikkeld rondom het stoppen met dialyseren. Daarnaast is er op de meeste dialyseafdelingen een folder of informatie via de website te vinden over hoe de stervensfase na het stoppen met dialyseren gaat verlopen. De overweging om tot het punt te komen dat er gestopt wordt met dialyseren is niet zomaar iets. Dit heeft dan ook in de afgelopen jaren op vele dialyseafdelingen voor medische, morele, culturele en ethische dilemma's gezorgd. Ik heb geen illusie dat met de toename in aandacht door ACP dit helemaal zou kunnen worden voorkomen, maar wel dat het weer een goede motivatie is om meer met elkaar in gesprek te gaan. Het proces van het stoppen met dialyseren doe je namelijk niet alleen. Casus stoppen met dialyseren. Meneer, 87 jaar oud, geeft aan te willen stoppen met dialyseren. Het lichaam voelt niet meer fijn en dialyses met heel veel gedoe en onrust, waardoor meneer elke keer uitgeput is. In de afspraken met de nefroloog geeft meneer aan dat hij niet meer wil gaan voor operaties rondom een andere shunt, met als gevolg dat de dialyse onrustig zal blijven verlopen. In gesprek met meneer merk ik dat hij veel aan het piekeren is. Hij benoemt dat hij eigenlijk niet zo'n prater is, maar geeft aan dat hij veel zorgen heeft over dat zijn zoon en dochter geen contact meer met elkaar hebben. Hij zou graag willen dat dit er wel weer is, voordat hij zou komen te overlijden. Samen met meneer bekeken hoe hij dit zou kunnen aanpakken. Uiteindelijk is meneer samen met zijn hele gezin naar een pretpark gegaan. Hierdoor was er weer contact mogelijk tussen zoon en dochter. Echte praters zijn zij ook niet, maar het was hiermee goed voor meneer. Meneer ervaarde weer zoveel kwaliteit van leven na zijn dialyseren dat meneer afzag van het stoppen. Tot het moment kwam dat hij andere medische problemen kreeg, met een slechte prognose, die meneer niet af wilde wachten. Meneer heeft toen de keuze gemaakt om te stoppen met dialyseren. Meneer is nadat zijn laatste wens was vervuld, gestopt met dialyseren. In overleg met de huisarts en zijn kinderen is er 24-uurszorg opgestart. Meneer wilde graag sterven in een hospice, waar hij het afscheid samen met zijn kinderen en nabije familie op een mooie manier heeft kunnen beleven. In het contact met de kinderen na het overlijden gaven zij aan dat het hele proces, keuze tot stoppen, het nog vervullen van de laatste wens van hun vader en het afscheid nemen in de stervensfase, zij de gesprekken en de begeleiding hierin vanuit de dialyse en vanuit de huisarts, de wijkverpleegkundige en de hospice als erg prettig hebben ervaren. Hoe in gesprek te gaan met je naaste over het levenseinde. Maak de dood gewoon bespreekbaar. De Nederlandse overheid is in samenwerking met Sieren vorig jaar een landelijke campagne gestart om net als over het leven het praten over de dood ook gewoon te maken. Dit filmpje laat dat zien. Hey mam. Oh, hi. Wat doe jij nou? Nou, ik ben vast wat spulletjes aan het verdelen. En ik dacht dit... Dat is niet zo raar. Je gaat nog lang niet dood.
Hey, weet je wie ik net tegenkwam? Hoe heet ze nou met al die katten? Nou, wat een ouwe hoer, joh. Heel verhaal over de ex en over de buren. Het gaat daar met al die boodschappen op. En dan denk ik, mens, dat voel je toch aan? Ben je bewust van autonomie versus verbondenheid? Ieder mens heeft andere verwachtingen die je niet altijd bewust bent. Vaak zijn deze verwachtingen terug te herleiden naar de basisbehoeften. In het gesprek over moeilijke onderwerpen zoals de dood kan bijvoorbeeld een tegenstrijdigheid ontstaan in de basisbehoeften autonomie versus verbondenheid. Mensen zijn voortdurend op zoek naar een balans tussen deze twee. We willen graag bij andere mensen horen, ons laten beïnvloeden, maar soms ook even niet. Wees je bewust van dat hier wel eens een spanningsveld in zou kunnen ontstaan. Zo zie je dat ook ontstaan in de casus van de keus voor de conservatieve behandeling en stoppen met dialyseren en ook in het filmpje van Sieren. Hoe in gesprek te gaan met je naaste? Nou, zorg dat er een gelegenheid is die helpend zou kunnen zijn. Je kunt bijvoorbeeld gaan wandelen. Voor anderen helpt het ook soms om een lange autorit, een serieus gesprek aan te gaan. Vertel in eenvoudige taal, maar wel met eerlijke woorden wat er aan de hand is. Wat maakt dat je met hun over je levenseinde wilt praten? Soms is de eenvoud van taal hetgeen wat het meeste impact heeft, maar wel hetgeen waar je het juist over wilt hebben. Praat over dingen die belangrijk voor je zijn in de laatste fase van je leven. Zoals bijvoorbeeld hoe je herinnerd zou willen worden. Maar praat ook over bijvoorbeeld erfenis en wat je nalaat. Laat gerust stiltes vallen in je gesprek. Dit is een onderwerp waar je de tijd voor mag nemen. Er zit geen haast achter. Als het te ingewikkeld wordt, pak dan bijvoorbeeld gerust een kopje koffie of thee, zodat er wat bedenktijd kan ontstaan. Luister naar die ander, wat het voor hem betekent, en vraag door en vat samen of je het juist begrepen hebt. Ga de gevoelige onderwerpen niet uit de weg. Thema's als euthanasie of over medische beslissingen kunnen, als ze onbesproken blijven, veel onduidelijkheden en stress veroorzaken. Als je het moeilijk vindt om dit gesprek aan te gaan, kan je ook om hulp vragen. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van dit gesprek. Maar ook kan iemand met je samen dit gesprek doen. Dit kan een vriend of vriendin zijn, maar ook een hulpverlener. Een persoon bij wie u zich prettig voelt, maar ook waar uw naasten zich prettig bij zouden kunnen voelen. Er is veel informatie te vinden op internet over dit onderwerp. Als je het moeilijk vindt om erover te praten of uitleg moet geven bijvoorbeeld aan kinderen. Zoals bijvoorbeeld het filmpje van Klokhuis, waarvan er overigens nog wel meer zijn. Let wel op, filmpjes of boeken die je gebruikt kunnen ook weer veel vragen oproepen. Dus wees hierop voorbereid. Hoe in gesprek te gaan met je zorgverlener over het levenseinde? Nou, de tips eigenlijk hierbij zijn, bereid u voor en vraag om hulp als u dit prettig vindt. Wilt u het gesprek alleen voeren of wilt u graag uw naast hierbij zijn? Maak een afspraak met uw arts waarin je aangeeft over het levenseinde in gesprek te willen gaan. In het gesprek begin je te vertellen waarom het gesprek over uw levenseinde juist nu belangrijk voor u is. U kunt vertellen hoe u zich voelt. U kunt ook aangeven dat je bijvoorbeeld andere klachten ervaart. Praten over de dood is niet dodelijk, maar wel moeilijk. Praten over de dood is dus niet makkelijk. Het roept gevoelens van verdriet of ook zelfs boosheid op. Deze gevoelens gaan wij vaak het liefst uit de weg om door te kunnen gaan met ons dagelijks leven. Toch ontkom je er niet aan, want het is vooral het niet praten dat er meer nog dan het wel praten voor kan zorgen dat er verdriet ontstaat. Dus praat erover. Dit is het einde van mijn presentatie. Nou, dankjewel, Nathalie. Ja, nou, ik denk dat dit, zoals we al zeiden, het is geen makkelijk onderwerp, wel een belangrijk onderwerp. En ik denk dat Nathalie het op een hele mooie, duidelijke manier heeft uitgelegd hoe u met uw zorgverlener en met uw naaste in gesprek kan gaan en daar goede handvatten voor heeft gegeven. Dan gaan we nu door naar de volgende spreker, Ingrid Vroon. En die wil ik graag het woord geven.
Allee, Ingrid, je mag nog even je microfoon aanzetten. Excuses, ik had erop gedrukt, maar het bleek daar net naast te zijn. Janneke, dank je wel voor deze aankondiging. En ik wil ook de organisatie bedanken voor de mogelijkheid om op dit mooie webinar een stuk te vertellen over het levenseinde en over wilsverklaringen, wat in mijn tweede presentatie aan bod gaat komen. Mijn naam is Ingrid Vroon en ik heb een medische achtergrond. In mijn werkzame leven was ik kinderarts, kindercardioloog in het Sophia Kinderziekenhuis. En in dat ziekenhuis heb ik natuurlijk ook heel veel kinderen gezien met nierproblemen. Dus wat dat betreft is het wel ook een onderwerp wat mij aanspreekt. Sinds mijn pensionering ben ik vrijwilliger bij de NVVE, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Maak ik deel uit van de ongeveer 25 personen die in de presentatiedienst zitten. Het eerste stukje presentatie gaat over het levenseinde. En het programma van vanavond ziet er als volgt uit. Ja, waarom gaan we eigenlijk nadenken over het levenseinde en wanneer zou dat dan moeten gebeuren? En u heeft van Nathalie al hier een heleboel over gehoord, wat ook stof tot nadenken geeft, denk ik. In grosso modo zijn er 6 mogelijke vormen van levenseinde die zo dadelijk de revue zullen passeren. Daarna komen we terug op wilsverklaringen waarmee u uw ideeën over het levenseinde ook vast kunt leggen. Het gesprek met de naaste hebben we al gehoord en ook het gesprek met het artsenteam, de nefroloog, de huisarts. En als het dan nog lastig is, is de NVVE ook beschikbaar voor informatie, advies en steun. En aan het eind van beide presentaties zal er gelegenheid zijn om nog wat vragen te beantwoorden. Waarom en wanneer nadenken? Het is zo dat we nooit weten hoe het levenseinde precies komt. Er is 1 ding wat we wel zeker weten. We gaan allemaal op een moment dood. En zeker als je ziek bent, kan het helpen om er tijdig over na te denken. Want als u er tijdig over nadenkt, dan kunt u ook ontdekken wat uw wensen zijn. En dat kan ook rust geven in het hele ziekteproces. En daarmee kunt u ook de regie houden over uw leven, maar ook regie over wensen omtrent het levenseinde. En als u tijdig gaat nadenken, heeft u ook tijd om het bespreekbaar te maken. Met uw naaste, met uw arts. En dit heet dan ook wel Advanced Care Planning of ACP, waar Nathalie het al heel uitgebreid over gehad heeft. Ik wil met u graag spreken over de 6 mogelijkheden aan het einde van het leven. Het wordt ook wel eens gezegd de keuze van een levenseinde, maar in wezen zullen we lang niet altijd een keuze hebben. Vandaar dat we praten over de mogelijke vormen van levenseinde. De 6 levenseinde vormen die aan bod zullen komen, en ik zal ze zo dadelijk uitgebreid apart bespreken, is als eerste natuurlijk de natuur zijn gang laten gaan. Als tweede wil ik het hebben over de behandeling niet starten of stoppen. Daar hebben we ook al wat van gehoord. En binnen het aan het einde komen van het leven kan je ook denken over stoppen met eten en drinken. Ik kom daar zo wat uitgebreider op terug. Dan kan het leven eindigen met palliatieve sedatie. Of met euthanasie, als u dat wenst. En tenslotte is er ook nog een mogelijkheid voor zorgvuldige zelfdoding. Maar daar zullen we niet heel uitgebreid op ingaan. Als eerste de natuur zijn gang laten gaan. Op een gegeven moment gaan we allemaal dood. En als we daar niet actief iets aan doen, dan komt de natuur, de dood komt ons allemaal halen. En dan is het afgelopen. Dit is een hele goede manier, maar ik kan me ook voorstellen dat als u al ziek bent, dat u ook wil nadenken over andere manieren. En dat u wil nadenken over wensen die u heeft en ook misschien grenzen
die u wil stellen. En dan komen de andere manieren van een levenseinde ook aan bod. En een belangrijke is daarin een behandeling niet starten. Of als u al gestart bent met een behandeling, zou u er ook mee kunnen stoppen. Dat is allemaal oké. Het is zo dat we in Nederland te maken hebben met een wet over de behandeling. Die wet die heet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, afgekort de WGBO. En in deze wet zijn rechten en plichten van patiënt en hulpverlener vastgelegd. En dat betekent dus ook dat u voor iedere onderzoek of behandeling die u ondergaat ook toestemming moet geven. Een arts kan nooit zomaar een behandeling bij u starten. En deze wet geeft u ook recht op inzage in uw eigen dossier. Het is natuurlijk zo dat u uitgebreide gesprekken heeft met uw arts of met het team. Maar als u denkt, ik wil dat nog eens nalezen en wat is er nou eigenlijk allemaal opgeschreven, dan heeft u recht om dat zelf in te zien. Een behandelingsovereenkomst, een behandeling, begint altijd met goede voorlichting. Met name als u ziek wordt, is het belangrijk dat u goed hoort en dan ook begrijpt wat de ziekte inhoudt en wat u nog te wachten staat en hoe het zou kunnen aflopen. Maar ook voorlichting over hoe u dan behandeld kan worden. En ook deze behandeling, zeker als dat een wat intensieve behandeling is, in het geval van nierfalen dat er een dialyse of eventueel een transplantatie aan te pas moet komen, zal dat een behandeling zijn waar ook mogelijke complicaties en nadelen aan zitten. Dit alles is natuurlijk belangrijk dat u dat goed weet voordat u met een behandeling begint. Het kan ook zijn dat u bezig bent met een behandeling en dat u dan toch denkt, dit is niet wat ik wil. Er treden zoveel complicaties op, er komen ook nog andere dingen bij en ik wil besluiten om te stoppen met een behandeling. Dat is uw goed recht als u daartoe besluit. Ik denk dat alles te maken heeft met kwaliteit van leven. Alleen is het natuurlijk zo dat kwaliteit van leven voor iedereen anders is. Vraag het maar na bij uw naasten, bij andere patiënten. Kwaliteit van leven is voor iedereen anders. En daarom is het ook belangrijk om na te denken over het leven, over het levenseinde, over de behandelingen, zodat u daar gerichte keuzes over kan maken en uw wensen en grenzen aan kan geven. Dan is de derde manier om aan je levenseinde te komen bewust stoppen met eten en drinken. En ik heb dat hier ook bewust tussen haakjes gezet. Dit is een stap die bij gezonde, niet zieke mensen wordt ingevoerd, zodat ze eigen regie houden over het sterven. Maar wat we ons moeten bedenken, is dat daar een hele sterke wil voor nodig is. Zomaar stoppen met eten en drinken is geen eenvoudige beslissing, die ook begeleid moet worden door een arts en waarbij u ook zeker verpleging en verzorging nodig zal hebben en waar het ook heel belangrijk is uw naasten in te betrekken. Het feit is wel dat u dan de regie in eigen hand houdt en dat het sterven een natuurlijk proces is. De NVVE heeft hier ook een brochure over, waarin u een en ander nog na zou kunnen lezen. Alleen waarschijnlijk is stoppen met eten en drinken niet zo geschikt voor nierpatiënten, die vaak zelfs een vochtbeperking krijgen. Daarom heb ik dit stoppen met eten en drinken voor u in deze presentatie tussen haakjes gezet. Dan komen we aan de palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie is een beslissing die aan het eind van het leven genomen kan worden door patiënt en arts samen. Het is ook een behandeling die een arts in zal stellen. Ik vind het belangrijk om hier toch nog even terug te komen op de palliatieve zorg die Nathalie ook al uitgebreid heeft behandeld. Palliatieve zorg heeft als doel het bevorderen van levenskwaliteit in de laatste levensfase, waarbij die laatste levensfase misschien wel maanden kan duren.
En palliatieve zorg heeft dan als doel het verlichten, behandelen van pijn en symptomen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard voor de patiënt en zijn omgeving. Dit heeft dus ook alles te maken met advanced care planning. Wat wil ik nog in mijn leven om mijn kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de fase dat ik weet dat ik niet meer beter kan worden? En dit kan meestal, zal dit plaatsvinden thuis of eventueel in een hospice, maar niet zozeer in een ziekenhuis. Dus dit over palliatieve zorg, wat een traject is in een laatste levensfase die wel maanden kan duren. Als we het hebben over de palliatieve sedatie, dan is dat iets wat juist pas ter sprake komt in de allerlaatste terminale levensfase. En dat is erop gericht om het lijden van die patiënt in de laatste levensfase te verlichten. En dit wordt gedaan door een arts door middel van het verlagen van het bewustzijn, dat betekent sedatie. En dat wordt gedaan met een slaapmiddel waardoor u in slaap raakt en geen pijn meer heeft. En op dit moment zal er dan ook geen vocht en geen voeding meer gegeven worden. En dit valt eigenlijk onder normaal medisch handelen. Een arts kan palliatieve sedatie aan u geven als uw levensverwachting maximaal zo'n 2 weken is. Natuurlijk is dat nooit helemaal op de dag nauwkeurig te voorspellen. Maar voor een arts is het vaak toch wel duidelijk wanneer de echte laatste fase is aangebroken. En dat is ook als er niet meer op een normale manier te bestrijden symptomen zijn van pijn, onrust en angst. Door middel van het slaapmiddel zal het bewustzijn verlaagd worden en de patiënt uiteindelijk overlijdt aan de onderliggende ziekte. En het betreft dus een natuurlijk overlijden. Maar u moet wel weten dat het overlijden dan nog uren tot dagen kan duren. Uren tot dagen waarbij uw naasten bij u kunnen zijn, maar u kunt er geen contact meer mee hebben, want u bent in een heel laag bewustzijn. Eigenlijk in een soort coma. Behalve die palliatieve sedatie bestaat de mogelijkheid om het leven te beëindigen met euthanasie. En euthanasie is heel duidelijk een zelf gekozen levenseinde met behulp van een arts. Een zelf gekozen levenseinde, dus uit vrije keuze, uit vrije wil en wat door de arts uitgevoerd wordt. Het is belangrijk ook om u te realiseren dat u geen recht heeft op euthanasie, maar u kunt het verzoeken aan de arts. En meestal zal dit uw huisarts zijn, omdat een euthanasie meestal thuis plaatsvindt. In Nederland is de euthanasie wettelijk geregeld al sinds 2002. Dus hier zijn hele strenge richtlijnen voor. En de belangrijkste voorwaarden voor euthanasie zijn dat er sprake moet zijn van duidelijk lichamelijk of psychisch lijden. De euthanasie wordt uitgevoerd door een arts. En de euthanasie moet voldoen aan zorgvuldigheidseisen, die ik straks nog even uitgebreider met u door wil nemen. De belangrijkste zorgvuldigheidseisen zijn dat het vraag vrijwillig is en wel overwogen. En er moet sprake zijn van een uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dan, bij het verzoek tot euthanasie, moet dit verzoek nog getoetst worden door een tweede meningarts. Een zogenaamde scanarts, steun en consultatie euthanasie Nederland. Dit is een onafhankelijke arts die naast uw huisarts bekijkt of aan alle voorwaarden is voldaan. En als de euthanasie heeft plaatsgevonden, wat een niet natuurlijk overlijden is, waardoor de arts het ook moet melden, moet de euthanasie achteraf ook getoetst worden door een toetsingscommissie. En als die regionale toetsingscommissie euthanasie de euthanasie zorgvuldig beoordeelt, dan is de euthanasie niet strafbaar. Wat zijn de zorgvuldigheidseisen voor de euthanasie? Ik noemde de eerste al, vrijwillig en wel overwogen verzoek. Op basis
van een uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Nou, een ernstige nierziekte en daarbij misschien ook nog andere problemen, kan een uitzichtloos en ondraaglijk lijden zijn. De patiënt moet ook goed geïnformeerd worden door de arts over de situatie en de vooruitzichten en of er toch nog behandelingen mogelijk zijn en wat dat dan precies inhoudt. Er moet geen redelijke andere oplossing mogelijk zijn. En dan moet dat oordeel van tenminste één andere arts, de scanarts, komen. Dan moet de euthanasie uitgevoerd worden door de arts en daar is een protocol voor, zodat het ook medisch zorgvuldig uitgevoerd wordt. Als laatste mogelijkheid tot het levenseinde is een zorgvuldige zelfdoding. Ik wil daar in deze presentatie niet al te veel op ingaan. Een zorgvuldige zelfdoding is een goede dood die iemand zichzelf bezorgt in eigen regie. Hulp bij zelfdoding is verboden en ik kan u dan ook hier niet duidelijke informatie over geven. Mocht u lid zijn van de NVVE, kunt u bij het adviescentrum of op de website wel terecht voor meer informatie. Ja, en dan, als u daarover nagedacht heeft, Nathalie zei dat ook al, is het zo belangrijk om in gesprek te gaan met uw naasten en misschien bij een kopje koffie of een wandeling uw wensen bespreken, zodat zij ook niet voor verrassingen komen te staan en weten hoe u erover nadenkt en dat zij ook voor u op kunnen komen, mee kunnen gaan eventueel naar de artsen voor een gesprek. En behalve het gesprek met de naaste is ook het gesprek met de arts belangrijk. De nefroloog en de huisarts. Hoe is de visie van de arts? En welke afspraken wilt u hierover maken? Na mijn volgende presentatie kom ik hier nog ietsje uitgebreider op terug. Tot slot van deze eerste deel van de presentatie wil ik u zeggen dat de NVVE ook beschikbaar is voor u voor informatie, advies en steun bij uw keuzes rondom het levenseinde. En daarmee kom ik tot het einde van deze presentatie. Ja, zoals in het programma al stond vermeld, zal het tweede deel van mijn presentatie gaan over wilsverklaringen. Wilsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen waarop u vertelt en opschrijft wat u graag zou willen aan het einde van uw leven. Wilsverklaringen dienen daarmee ook als een denkraam voor uzelf, want op het moment dat u zo'n papier heeft en u denkt na, wat wil ik eigenlijk opschrijven, kan het dienen als denkraam. Het kan ook dienen als praatstuk voor uw naaste. Als u weet wat u wil en u heeft dat opgeschreven, kunt u met de wilsverklaring met uw naaste gaan zitten, met uw arts. En dit kan een goed moment zijn om uw wensen en grenzen te delen met uw naaste. Eventueel kunnen schriftelijke wilsverklaringen ook het mondelingenverzoek of een verbod op een behandeling vervangen. Uiteraard, als u het zelf nog allemaal kunt zeggen, is dat belangrijker dan het schriftelijk wilsverklaring. Maar als u het zelf misschien niet meer kan zeggen, kan een schriftelijke verklaring heel belangrijk zijn. Bovendien kan het ook een juridische ingang zijn om wensen ingewilligd te krijgen, ook voor een eventuele gemachtigde. En het is een bewijsstuk voor de arts. Als u voor euthanasie zou verzoeken, dan heeft de arts het bewijs dat u hier zelfstandig om heeft gevraagd. Er zijn drie types wilverklaringen. En die wilsverklaringen
Die moeten dan allemaal voorzien zijn van uw persoonsgegevens, een datum, een plaats en een handtekening. Op dat moment zijn de wilsverklaringen rechtsgeldige documenten. De drie type wilsverklaringen die u kunt krijgen bij de NVVE zijn het behandelverbod, het euthanasieverzoek en een volmacht voor medische beslissingen. Ik zal ze alle drie apart behandelen. Zoals gezegd, de wilsverklaringen zijn beschikbaar voor NVVE-leden, digitaal gratis, en een papieren versie kunt u ook thuisgestuurd krijgen. Ik wil hierbij ook nog even zeggen dat een notaris niet nodig is. Als u dit wilsverklaring, als u zo'n wilsverklaring gewoon ondertekent, dagtekent, uw personalia erop zet, dan is het rechtsgeldig. Wilt u zakelijke of financiële dingen regelen, dan moet u wel naar de notaris. De eerste wilsverklaring betreft het behandelverbod. In het eerste deel van mijn presentatie heb ik al genoemd de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Die geldt, maar als u iets niet wil, dan kunt u dat ook in een behandelverbod schriftelijk neerschrijven. Een basistekst van het behandelverbod is: als ik geen kwaliteit van leven meer heb, dan wil ik niet meer behandeld worden. Dit is natuurlijk een hele algemene mededeling. Op zo'n behandelverbod staat ook bij dat u dus af wil zien van behandeling als er geen uitzicht is op kwaliteit van leven. Maar ook dat u geen levensverlengende behandelingen wilt, zoals een reanimatie. Of als artsen daartoe over zouden willen gaan, kunstmatig voedsel en vocht toedienen. Of nog antibiotica bij een longontsteking. Het spreekt voor zich dat het verlichten of tegengaan van pijn, benauwdheid, onrust, dat dat gewoon wel behandeld wordt. U krijgt gewoon palliatieve zorg. U wordt gewoon behandeld om niet onrustig te zijn, om geen klachten te hebben. Belangrijk om ons te realiseren is dat zo'n behandelverbod wat persoonlijker wordt als u dat persoonlijk nog aanvult. Want wat is voor u geen kwaliteit van leven? Dus u kunt dat opschrijven. In deze situatie heb ik geen kwaliteit van leven meer. En dan kunt u voorbeelden geven. Ik wil niet leven met blijvende verlammingen. Ik wil geen ontluisterende laatste levensfase. En in de fase van de nierziekte en nierfalen kunt u dat natuurlijk ook zelf aanvullen met uw eigen wensen. Het niet reanimeren als dat schriftelijk vast ligt op een formulier, dan is dat niet duidelijk voor iedereen als er ineens wat gebeurt. Dus er bestaat in Nederland ook een niet reanimeren penning die uitgegeven wordt via de Patiëntenfederatie Nederland. Deze niet reanimeren penning is ook voorzien van uw naam, geboortedatum, een foto en een handtekening. En daar staat op: ik verbied iedereen onder alle omstandigheden mij te reanimeren. Dit is dus ook een behandelverbod. De tweede wilsverklaring is een euthanasieverzoek. En ik kan niet genoeg benadrukken dat euthanasie een verzoek is en geen recht. En dat een arts het kan doen, maar niet de plicht heeft om het te doen. De basistekst voor een euthanasieverzoek is: als ik ondraaglijk lijd, dan wil ik euthanasie. Ook hierbij is het natuurlijk belangrijk om hier een persoonlijke aanvulling aan te maken. Want wat is voor u ondraaglijk lijden? Geef voorbeelden daarvan. Als ik mijn gezichtsvermogen verlies, als ik niks meer kan horen, want ik ben graag een muzikus, ik ga naar concerten, nu hoor ik niks meer. U kunt dat aangeven en ook weer voor uw nierziekte kan ik ook me voorstellen dat u dat met een persoonlijke aanvulling nog wil opschrijven. En als u het zelf moeilijk vindt om het op te schrijven, bestaan er van de NVV ook spreekuren om u te helpen om deze wilsverklaringen in te vullen.
Dan wordt vaak de vraag gesteld, mag euthanasie bij dementie? Ja, dat mag. Maar het is wel ingewikkeld, omdat je bij een euthanasieverzoek dat toch eigenlijk wel nog persoonlijk toe moet lichten. Maar het mag als aan alle zorgvuldigheidseisen kan worden voldaan. En met name dan is een schriftelijke wilsverklaring extra belangrijk. En de NVVE heeft een speciaal steunpunt, levenseinde en dementie, voor leden. Voltooid leven is de laatste tijd ook veel in het nieuws. Mag euthanasie bij voltooid leven? Nee, dat mag niet zomaar, maar euthanasie mag wel bij stapeling van klachten. Euthanasie mag als aan alle zorgvuldigheidseisen kan worden voldaan. Dus als deze klachten voor u ondraaglijk lijden zijn en uitzichtloos, en er zijn meerdere klachten die allemaal bij elkaar komen, dan wordt er op deze manier voldaan aan zorgvuldigheidseisen voor een euthanasieverzoek. Denk daarbij aan doofheid of slechtzien, en immobiliteit, en incontinentie, en verlies van dierbaren. Nou, zo kan je een hele rits maken waardoor je toch euthanasie zou kunnen krijgen. De derde wilsverklaring is de volmacht voor medische beslissingen. Deze geldt natuurlijk vooral als u zelf niet meer in staat bent om medische beslissingen te nemen of uit te spreken. Dan kunt u zeggen, ik wijs deze persoon aan als gevolmachtigde. Dat kan zijn uw partner, een van uw kinderen, een hele goede vriend, als u misschien geen partner of kinderen heeft. En met name in dat geval is het denk ik extra belangrijk om na te denken wie u zou willen volmachtigen voor medische beslissingen voor u. De rol van de volmacht is dat deze gemachtigde ook met de arts kan overleggen over u en uw medische situatie. Hij kan namens u beslissen, kan namens u ook inzien het medisch dossier en zo nodig een klacht indienen, bijvoorbeeld als u een behandelverbod heeft en dat wordt niet nageleefd. Als u zelf geen volmacht afgeeft, is er een wettelijke volmacht geregeld. En die is zo dat, uiteraard bent u zelf eerst belangrijk, daarna uw partner, vervolgens uw kinderen, eventueel nog ouders en dan broers en zussen. Dus als u niets doet, dan is dit hoe een wettelijke volmacht verloopt. En dan kom ik daar weer op terug. En Nathalie heeft het ook al heel erg benadrukt. Als u hierover nagedacht heeft, als u wilsverklaringen heeft opgesteld, is het heel erg belangrijk om in gesprek te gaan met uw naaste, om uw wensen en uw grenzen te bespreken. Om ook uit te leggen dat u wilsverklaringen heeft opgesteld en wat u daarin heeft geschreven. Zodoende zijn er geen verrassingen en kunnen uw naaste ook voor u opkomen. En dat geldt natuurlijk helemaal voor uw gevolmachtigde. Heel belangrijk dat die precies weet hoe u erover denkt. En als u dan de wilsverklaringen heeft ingevuld, is het ook tijd om nader in gesprek te gaan met uw arts. In ieder geval de nefroloog en het team in het ziekenhuis. Maar als u euthanasie zou overwegen, is dat toch iets wat meestal thuis gebeurt. En het is dus heel belangrijk voor de huisarts dat deze ook op de hoogte is van uw wensen. En wat uw levenskwaliteit is en wat voor u lijden is en wanneer voor u het tijd stip gekomen is om het leven te beëindigen. En belangrijk om na te vragen is hoe de visie van de arts is. Want de arts is niet verplicht om u euthanasie te geven. En is uw arts bereid om uw wensen in te willigen? En zo nee, wat zijn dan de alternatieven? Is er in de praktijk een andere arts die eventueel wel bereid is tot het geven van euthanasie? Misschien wilt u daar dan ook wel eerst al kennis mee maken en het ook bespreken. Daarom is het ook belangrijk om er op tijd over te beginnen. En als er in de huisartsenpraktijk ook verder niemand is, dan is er nog de mogelijkheid om het expertisecentrum euthanasie te hulp te vragen. Zij kunnen eventueel uw arts ook bijstaan
als dat nodig zou zijn, maar eventueel kan u ook met het expertisecentrum euthanasie zelf afspraken maken over een euthanasie. De NVVE is dan ook beschikbaar voor informatie, advies en steun bij uw keuzes rondom het levenseinde. En wat de NVVE doet voor leden staat hier opgeschreven. Ze verstrekt de wilsverklaringen, er zijn ook spreekuren en eventueel kunnen consulenten ook bij u aan huis komen om wilsverklaringen met u door te spreken. Er is een adviescentrum voor advies en steun telefonisch bereikbaar en er zijn steunpunten speciaal voor dementie, psychiatrie of eventueel juridische vragen. En bovendien wordt er per kwartaal een blad uitgegeven, De Relevant, waarin allerlei artikelen over het levenseinde en keuzes daarom worden beschreven. Dit is het informatienummer, telefoonnummer van de NVVE, zowel telefonisch als digitaal te bereiken. Niet vanavond, maar wel vanaf morgen weer. En met deze dia wil ik eigenlijk eindigen. Voorkom een open einde, maak je eigen keuzes en begin op tijd met nadenken en probeer het op te schrijven en maak het bespreekbaar. Dank voor uw aandacht. Dan hebben we nu tijd voor vragen. Ja, dankjewel Ingrid. Ik denk ook dit weer een heel duidelijk verhaal. Ja, dank daarvoor en we gaan eens even kijken, want er zijn inderdaad in de loop van de presentatie wat vragen binnengekomen. Ik denk dat we even naar de vraag van Jolanda kunnen. Daar staat namelijk, kun je zelf ook een wilsverklaring of behandelverbod opstellen? Of moet dit via de NVVE? Ja, ik denk dat daar het beste Ingrid op kan antwoorden. Ja, dat is goed, dat wil ik doen. Dat mag je ook zelf doen. Als je het zelf duidelijk opschrijft, voorziet van je persoonsgegevens, de datum en een handtekening, dan is dat ook rechtsgeldig. Maar het is wel zo dat die verklaringen van de NVVE, die worden al zo lang gebruikt, dat ook artsen en ook een regionale toetsingscommissie voor de euthanasie daarmee goed bekend zijn. En dat die ja, zeker goed opgesteld zijn. Dus ja, officieel zou het mogen, maar het is misschien handiger om toch de verklaringen van de NVVE te gebruiken. En misschien heeft uw huisarts ook wel dergelijke verklaringen liggen. Oh ja, dus je zou inderdaad eventueel ook via de huisarts kunnen vragen. Zou je kunnen vragen, ja. Ja. En moet je nou inderdaad lid zijn van de NVVE om daar bijvoorbeeld ook het formulier op te vragen? Ja, daar moet je wel lid voor zijn. Ja. Zijn daar kosten aan verbonden, aan lidmaatschap? En een lidmaatschap is op dit moment €24,50 per jaar. Ja, oké. Okay. Ja, dankjewel. Dan, kijk, iedereen kan op de website ook algemene informatie krijgen. Ook wat ik net verteld heb over het levenseinde is daar ook nog na te lezen. Alleen voor leden ja, is er net wat meer informatie en met name ook hulp en steun te verkrijgen. Precies, er zit natuurlijk meer aan als alleen maar dat je zo'n formulier invult, maar daar kun je natuurlijk dan ook hulp bij krijgen. Ja, ja, zo is dat. Ja, en precies. Het is een vereniging van nu ja, 175.000 leden, die natuurlijk ook af en toe overlijden, komen er weer nieuwe bij. Er wordt geen subsidie gegeven en ja, er wordt wel een hoop werk verricht. Duidelijk. Ja, duidelijk. Dankjewel. Dan heeft Jolanda nog een vraag of de wilsverklaring ook in het buitenland geldig is. Dus bijvoorbeeld als je een ongeluk krijgt met vakantie, maar niet meer naar Nederland kunt overgebracht worden. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat is een goede vraag. Ja, dat hangt er denk ik ook vanaf in welk land je zit en hoe ze het daar doen. En, ja, en wat je opgeschreven. Kijk, je moet natuurlijk, je kan je niet laten behandelen tegen je zin in. En ik denk dat dat in het buitenland ook niet zal gebeuren. En gelukkig is het in de huidige tijd ook zo dat we met onze mobiele telefoon en internet kunnen we onze hulpverleners en onze huisarts ook heel makkelijk bereiken. En ik denk dat die altijd bereid zijn
om hulp te verlenen en om ook artsen daar te vertellen hoe het in elkaar zit. Oké. Is het een idee om hem dan ook in het Engels op te laten stellen als je bijvoorbeeld langer naar het buitenland gaat? Nou, dat zou je kunnen doen. Ja, maar ja ik, misschien is ja. dat. Ja. Ja. Nee, duidelijk. Dan is er nog de vraag, die zou misschien zowel aan Nathalie als aan Ingrid. Palliatieve sedatie kan lang duren en verloopt niet altijd rustig. Als je dat met elkaar vergelijkt, of ja, hoe lang duurt euthanasie dan? Hè? Wat, moet je daar dan naar kijken? Zal ik die toch behandelen, Nathalie? Ja, doe jij maar Ingrid. Ja, zeker. Bij euthanasie, laat ik daarmee beginnen, want dat kan ik misschien iets makkelijker uitleggen. Bij euthanasie is het over het algemeen zo dat je de patiënt een infuus inkrijgt. Er wordt van tevoren, ja, dat heet dan een naaldje, maar er blijft natuurlijk geen naaldje achter. Het is een infuusje. En door het infuus kan de arts de middelen spuiten die volgens protocol gebruikt worden bij euthanasie. Bij euthanasie is het dan ook zo dat je eigenlijk aan de naald overlijdt. Dus ook als je nog afscheid wil nemen en anderen, dat moet je echt van tevoren doen. Heel af en toe zou je ook euthanasie kunnen doen door een drankje te drinken. Dat kan je met de huisartsen overleggen en dat duurt natuurlijk ietsje langer. Maar meestal is euthanasie met een middel wat gewoon in de bloedbaan rechtstreeks via het infuus gegeven wordt. Bij palliatieve sedatie wordt ook een naaldje, een infuusje ingebracht voor alle slaapmedicatie. Maar dan ga je nooit meteen daaraan dood. Dat is zoals ik dat al zei, je gaat niet dood aan die medicatie. Het is alleen een slaapmiddel, dus je wordt in een hele diepe slaap gebracht, waardoor je ook niet meer kan communiceren met je naaste. Dus ook afscheid nemen van je naaste zal je moeten doen voordat het slaapmiddel gegeven wordt. Maar je gaat niet meteen dood. En meestal is het ook zo dat dat middel ook geleidelijk in de dagen daarna misschien nog een beetje opgehoogd moet worden in sterkte. En het hangt denk ik ook een beetje af van je conditie. Hoe lang dat nog duurt. Ben je al in een hele slechte conditie in je allerlaatste levensfase, dan zal het sneller gaan dan wanneer je nog een redelijke conditie hebt, maar toch veel klachten die verlicht worden. En overigens wordt er bij die palliatieve sedatie meestal ook, hè, als je pijn hebt of andere klachten, worden daar ook medicamenten voor gegeven. Ja, en je stopt natuurlijk met eten en drinken. Maar goed, en je ook stopt daarmee met eten en drinken. Ja, is het de vraag, maar dan hoe kan sterk het. Ben je nog? Ja, ja, maar, dat, maar dat kan dus duren van een paar uur tot dagen. En we hebben ook wel gehoord, dat zal de huisarts ook met u bespreken, dat je tussendoor toch nog even weer een klein beetje bij kan komen. Ja, duidelijk. Dank je wel. Dan komt er van een luisteraar nog een soort van opmerking of aanvulling. Een aanvullend pleidooi om naast de focus op de patiënt voldoende aandacht te hebben voor de belasting van, oftewel de zorg voor de naaste en de mantelzorgers, dat ook zij voldoende aandacht krijgen en niet vergeten worden. Hoe moet je daar tegenaan kijken? Hoe zou je daarmee om moeten gaan? Ja. Misschien dat ik nog wel kan antwoorden. Ja, we proberen eigenlijk altijd wel, ook vanuit de dialyse en ook in het niervaartraject, familie zoveel mogelijk te betrekken. Maar soms wil een patiënt natuurlijk zelf ook niet. Hè, die heeft dan ook het recht om te zeggen dat hij dat niet wil. Dus je kan het ook niet afdwingen. Dus maar over het algemeen proberen we altijd wel zoveel mogelijk oog te hebben, ook voor die naasten. En zeker als er sprake is van overbelasting, dan gaan we wel in gesprek gaan en dan gaan we kijken of de overbelasting eventueel minder zou kunnen worden en wat daarvoor nodig is. Dus ja. Daar zou maatschappelijk werk zeker ook wel een rol, hè? Daar spelen jullie eventueel ook een rol in op de achtergrond om mee te kijken hoe dat in de privé situatie gaat dan. Ja. Zeker, ja. zeker. Ja. Zeker, ja. Dat is een geruststelling. Ja, oké. Okay. Ja, dan was er op de achtergrond nog een vraag en die heeft niet heel direct met dit onderwerp te maken, maar kunnen we misschien wel even naar kijken. Hoe kan ik mijn lichaam doneren aan de wetenschap?
Ja, ik weet niet of dat een vraag is die jullie wel eens in je praktijk krijgen. Of Nathalie misschien? Ja. Nou ja, ik krijg dit soort vragen niet hoor. Ik weet in ieder geval wel dat je kan sowieso als jij je donor, hè, iedereen is nu automatisch donor. Ja, of het dan voor de wetenschap is, ik weet niet of je dat aan kan geven. Weet jij dat, Ingrid? Ik heb eigenlijk geen idee. Ja, dat kan wel. Ik heb laatst privé een vriendin gehad die dat heeft gedaan. Maar eerlijk gezegd weet ik helemaal niet hoe ze dat gedaan heeft. Dus het is een hele goede vraag. Maar Hoor je ja. Misschien dat je daar ook over met je arts, in ieder geval is het een wens hè, van iemand. Ja. Ik zou het zeker wel bij de familie en bij de arts kenbaar maken dat je daarmee mee bezig bent. Zeker. En we hebben inderdaad ook een link hè, naar Rijksoverheid, daar kun je dat dan in ieder geval ook aangeven. Maar misschien dat daar nog wel inderdaad meer, hè, dat het ook handig is dat je naaste en dat je arts dat in ieder geval weet. Dus ik zou dat in ieder geval dan wel melden, ja, dat je daarmee bezig bent. Ja. Dat lijkt me heel belangrijk. En wat dan ook bijzonder is, kan ik dan uit eigen ervaring vertellen, dat bij de uitvaart van deze vriendin, er dus ook bij de uitvaart geen lichaam meer was om afscheid van te nemen. Ja, klopt. Dat zijn inderdaad allemaal zaken waar je wel rekening mee moet houden. Ja, en ik zou me niet verbazen als je op internet hier wel meer informatie over zou kunnen vinden. Ja, want, nou ik hoop niet dat zo direct deze... het antwoord paraat. Precies, ik hoop dat de persoon hiermee in ieder geval de vraag voldoende beantwoord heeft. Ja, ja ik zit even te kijken. Even zien. Er zou eventueel nog de vraag zijn, stoppen met dialyse. Hoe gaat die stervensfase dan ongeveer? Als Ja, je stopt met stoppen met dialyseren. dialyse, hè? Dus stel dat je inderdaad... Dan toch, als je dialyseert, kun je dus inderdaad zeggen, van ik wil niet meer, ik stop met dialyseren. Dat doe je uiteraard in overleg. Hoe ziet dat er dan uit, Nathalie? Heb jij dat van dichtbij meegemaakt? Ja, diverse keren. Dus het ziet er eigenlijk heel verschillend uit. Bij de ene, het hangt soms er een beetje van af. Ja, het is ook wel weer heel medisch natuurlijk wat ik nu ga vertellen. Ik kan het soms beter eigenlijk wel een arts vertellen. Dus nou ja, ik weet in ieder geval dat mensen, het kan tussen de 2 of 14 dagen soms duren. Het hangt gewoon een beetje ervan af, heb ik altijd begrepen, van hoeveel iemand nog plast, zeg maar, als je dialyseert. Hè? Dus dan hoeveel afvalstoffen er dan nog een beetje eruit gaan. Als je helemaal niet hebt plast, dan kan het soms wat sneller gaan. Soms zit er ook een andere aandoening aan ten grondslag. Hè? Dus net zoals in die casus die ik aangaf van die meneer, die ook een hele slechte andere prognose had, kan het ook zelfs zo zijn dat je door andere orgaanfalen ook komt te overlijden. Dus ja, het is, hoe verloopt die stervensfase? Ja, ik denk dat je daar... Over het algemeen wel rustig. Mensen kunnen zich wat benauwder gaan voelen. Maar daar kan de huisarts zeg maar heel veel mee helpen. Dus die kan er ook wat rustgevende medicatie voor geven. Morfine, Dormicum. Dus dat zijn eigenlijk... Het wordt allemaal gelijk naar de huisarts verwezen. En de huisarts gaat dan verder dat traject in die stervensfase. Oké, dus inderdaad wordt je huisarts dan... Omdat het dan toch thuis, over het algemeen thuis gebeurt. Hè? Ja. Natuurlijk ook wel het fijnste. Ja, oké. Duidelijk. Even kijken, er kwam nog. Ja, je wilsverklaring, moet je die elk jaar weer opnieuw bevestigen bij de huisarts? Steeds opnieuw weer bespreken en ook weer ondertekenen? Of is 1 keer ondertekenen genoeg en dat je dan wel regelmatig dat even samen doorneemt? Of hoe gaat dat in zijn werk met een wilsverklaring? Hele goede vraag. En dat heb ik inderdaad, realiseer ik me nu, niet duidelijk genoeg gezegd. Officieel zit er geen termijn aan. Maar het is natuurlijk wel handig om het wel af en toe weer te bespreken en te bevestigen. Dus als je de eerste keer bij je huisarts, hè, of ja, je huisarts die wilsverklaringen hebt aangegeven, dat je als je daar bijvoorbeeld een jaar, hè, er staat ongeveer meestal elk jaar, stel je voor je bent er dan, want je hebt pijn aan je vinger of iets anders, dat je dan zegt, dokter, weet u nog, ik heb vorig jaar die wilsverklaring ingeleverd en ik sta daar nog steeds achter. Dit is zoals ik denk, wat ik graag wil. En wilt u alstublieft een aantekening ook maken in mijn dossier dat ik daar nog steeds achter sta?
En ik kan dan ook meteen misschien daarbij zeggen dat ook die wilsverklaringen ook zo zijn. Kijk, je kan er natuurlijk altijd op terugkomen, hè? Als je één keer je wilsverklaring hebt ingevuld, maar je over, na een jaar of vijf denk je daar eigenlijk anders over, dan verscheur je hem gewoon of je vult hem aan. Je zet er een nieuwe datum onder met een nieuwe handtekening. Ja, en dan heb je een nieuwe wilsverklaring. Ja, dus het altijd weer terug te roepen of te veranderen. Ja. Dus het is een eigen document, hè? Ja. Ja. Ja, 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 dus bewaar het zelf ook, hè, geef het aan de huisarts, maar bewaar het ook bij je eigen spullen. Maak een kopie voor je gemachtigde. Nou, dat is belangrijk. Bij iedereen bekend is, ja. En ja. Je zegt huisarts, maar dat is net zo belangrijk voor je nefroloog, denk ik, hè? Voor dat ze in het ziekenhuis daar ook elke keer van op de hoogte zijn. Ja. Ja. Ja, oké. En dan als je met advanced care planning dus aan de slag wil, waar kun je beginnen het beste? Bij de nefroloog, bij de huisarts, maatschappelijk werk? Hoe gaat dat in zijn werk? Ik denk bij de nefroloog of bij de huisarts. Ja. Ja. Daar begin ik eigenlijk. Ja. Daar geef je je wensen aan van ik wil het Klopt. Erover hebben. En En dan, als je het spannend vindt, kijk, als je het heel spannend vindt om dat gesprek aan te gaan en je bent er wat onzeker over, dan zou je het kunnen voorbereiden natuurlijk wel eventueel met een goede vriend of vriendin of met een hulpverlener. Hè, dat gesprek aangaan. Dus, ja. Maar over het algemeen doe je het met de nefroloog of met de huisarts. Ja, ja, precies. Ja. Maar je zou natuurlijk ook gewoon kunnen beginnen, hè, als je met de maatschappelijk werker een goed contact hebt, dat je zegt, goh, hè, dit heb ik zo gehoord en hoe zal ik dat eens aanpakken? En dan, dat is hè, het, ja. Ja, 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 dat je ook met maatschappelijk, ja, ja, dus, ja, ja, bij jouw collega's, Nathalie, terechtkomt. Ja, nou, fijn. Ja, volgens mij hebben we inderdaad nu de vragen die in ieder geval zijn binnengekomen, allemaal beantwoord. Bedankt. Ja, als afsluiting wil ik in ieder geval nog meegeven dat het... misschien wel wat emoties bij u heeft opgeroepen. Dat kan. Het is natuurlijk niet zomaar een onderwerp waar we het over hebben gehad. U kunt nog tot ongeveer 9 uur terecht bij Mind Correlatie. Daar kunt u elke dag terecht tot 9 uur 's avonds. Telefoonnummer 0900 1450. Uiteraard kunt u ook in de loop van de week bij uw eigen huisarts of uw andere zorgverlener terecht. Voor hulp. De NVVE staat dus voor u klaar op werkdagen. Hè, de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde. En dan na deze presentatie zal in de loop van de week de goodiebag toegestuurd worden, digitaal. Daar staat ook nog veel informatie in van wat hier besproken is. De filmpjes staan daarin. Dan kunt u allemaal nog even rustig alles nalezen, want ook de presentaties zullen daarin komen. Mocht u daar dan nog weer vragen over hebben, kunt u altijd nog weer mailen met de NVM. En op nieren.nl kun je veel informatie vinden over en ervaringen delen met andere leden, over het algemeen, dus nierpatiënten. U krijgt na afloop van dit webinar nog een evaluatie toegestuurd. Het zou heel fijn zijn als u die invult en ook opstuurt naar ons. Dan kunnen we kijken wat u ervan vond en eventuele verbeteringen in de toekomst invoeren. Ja, we willen u in ieder geval allemaal hartelijk danken voor uw aanwezigheid. En bedankt voor uw deelname. Mocht u nog een gift willen geven, dan kunt u ook nog hier terecht bij de QR-code. Daar is de NVN natuurlijk ook altijd heel blij mee, want wij kunnen alle steun gebruiken. Heel erg bedankt en ik wens u nog een goede avond.